Nou, ik hoop dat we niet zo'n geschiedenis hebben. Oké, we gaan nu door met de geschiedenisles. Vandaag bij geschiedenisles gaan we het hebben over vrijheid. Vrijheid, dat is toch helemaal niet interessant? Vrijheid, is dat een liedje of zo? Nou, wie kan mij vertellen wat vrijheid is? Vrijheid is een liedje. Ja, Sam? Een vrijheid, daar heb je toch geen regels? Dus vrijheid is gewoon dat je helemaal niet naar school hoeft. Ja! Nee, dat is het niet. Nee? Maar wat is het dan wel? Vrijheid is onafhankelijkheid. Nou niet? Wat is onafhankelijkheid? Onafhankelijkheid en vrijheid is dat je zelf keuzes mag maken. Dag juf, ik ga. Nee, zo werkt dat niet. Vrijheid is toch ouderwets? Dit komt echt uit de Tweede Wereldoorlog of zo. Oh ja, dat is toch met die Romeinen en zo? Nou, dat was toch 2000 jaar eerder? 2000 jaar? 2000 jaar? Maar hoe lang is die oorlog dan geleden? Ja, goede vraag. Sam? Juf, hoe lang geleden is de Tweede Wereldoorlog? Nou, dat is nu zo'n 71 jaar. Oh my god. Maar dat vrijheid, dat is toch eigenlijk best belangrijk? Ik denk het wel. Maar kunnen we daar dan niet iets mee doen? En zoals wat? Misschien kunnen we in plaats van onze eindmusical een eindfilm maken. En dan? Dan gaat hij over vrijheid. Oh, dat is echt een goed idee. Zullen we dit aan de meester vragen? Meester, we hebben een idee. Wat voor idee hebben jullie? Misschien kunnen we een groep 8 film maken over vrijheid. Dat moet ik dan wel even met de juffrouw overleggen. Nou, ik heb hier een stapel blaadjes en het is de bedoeling dat jullie je coolste filmideeën op gaan schrijven. Quentin, deel jij ze even uit? Toen de Duitse ridders Nederland binnenkwamen, hadden zij grote zwaarden bij zich. De Nederlanders die alleen maar knuppels hadden, wisten niet hoe ze moesten vechten en verloren. Het was voor de soldaten uit Amerika en Canada niet moeilijk om Nederland te bevrijden. Er stonden namelijk overal al bordjes met daarop Liberation groeten. Ze hoefden alleen maar de bordjes te volgen en wisten zo waar ze moesten zijn. Voor jou? Moet je dit lezen? Ze denken dat de Tweede Wereldoorlog in de middeleeuwen was. Ja, en hier staat dat ze denken dat de Liberation route er altijd al is geweest. Ze weten blijkbaar niet zoveel van de geschiedenis. Wat zullen we daaraan doen? Misschien kunnen we wat opa's en oma's uitnodigen die de oorlog zelf hebben meegemaakt om wat te vertellen. Nou, om een film te maken hebben we natuurlijk meer informatie nodig. Daarom hebben we hier twee oma's en één opa die de Tweede Wereldoorlog mee hebben gemaakt. Om jullie nog weer bij te brengen over de Tweede Wereldoorlog. Nou jongens, ik heb een jodenster meegenomen. Oh ja. En als je jood was, dan moest je vroeger zo'n ding nog kleden. Oh ja, dat was zo erg. Ik heb hier een voedselbon meegenomen en vroeger... Oh ja. In de oorlog was er best wel weinig voedsel, dus dan als je voedsel wilde, moest je met deze bon voedsel gaan halen. Dat was zo erg. Hadden jullie vrijheid in de oorlog? Nee, dat was zo erg. Maar als deze mensen de oorlog hebben meegemaakt, is dat nog niet heel lang geleden. Daarom is vrijheid zo belangrijk. Actie! Wij van de gemeente Venlo zijn trots op jullie. Ja, echt heel goed gedaan. Het lijkt me een heel leuk idee om ieder jaar op 5 mei deze film te laten zien. Ja, dat lijkt ons ook leuk. Nou top, dank jullie wel. Ja.